En soms heb ik hem vervloekt en dacht ik, het werd toch ook een ongelooflijke rotzak, wat je nou weer uitvreet. Echt heel erg. Kunt u zo'n moment beschrijven? Waar was dat bijvoorbeeld bij? Nou, met name met zijn nakomelingen, met zijn kinderen. Die hij echt schandelijk heeft behandeld. En dan is schandelijk nog aardig. Hij was aardiger tegen de dieren die hij had. Onder andere een geit. Hij had een geit. Ja. Deze geit is trouwens gemaakt van een oude mand. Dat is heel erg geestig. En twee kruiken die eronder hangen. Enfin, dit is een verhaal op zich. Maar hij was aardiger tegen de geit. Die ook in huis woonde. Dan tegen de kinderen. En ja, kinderen waren voor hem. Ja, verstoring betekende dat van zijn werk. En, hij speelde in een andere league. Hij was alleen in zijn gedachten. Al werd hij omringd door 100 mensen. Hij was de hele tijd bezig in zijn kop. En alles wat hij daar niet van kon gebruiken om zich heen, dat werd weggegooid. Weggebonjourd. Het ging om het werk. Nou ja, alles wat er uit zijn handen kwam was kunst en was een meesterwerk. Er is een foto na de oorlog geplaatst in Life Magazine in 1945. En dan zie je twee handen zo. En daar stond onder, dit zijn de belangrijkste twee handen in de wereldgeschiedenis. En dat waren zijn handen op dat moment. Ja, het was een buitencategorie, maar al was hij zelf ingenomen, hij mocht het zijn. Want hij maakt het ene bloody meesterwerk na het andere. Als je één zo'n meesterwerk in je leven maakt, dan ben je een groot kunstenaar. Maar als je er ontelbare maakt, dan ben je, nou, niet eens een buitencategorie, dan leef je op een andere planeet.